Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Als allereerst heel erg bedankt voor alle nieuwe lieve abonnees. Maar ik zie dat er genoeg van jullie wel kijken, maar nog niet geabonneerd zijn. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet zeker niet op die rode knop te klikken. En natuurlijk de notificatiebel aan te zetten. En laten we maar snel gaan beginnen. Het is vandaag maandagochtend en dat is het begin van de nieuwe week. Ik ben om 8:30 opgestaan. Bijna 8 uur. Almost did it. Maar ik ben nu samen met Stan. En ik ga even sporten. En daarna ga ik hem naar huis brengen. Het is echt vreselijk weer. Echt gewoon om te janken. Maar we gaan het beste van maken. Ik heb zo meteen online les. En moet de hele dag een beetje aan school zitten. Dus niet zo'n heel bijzondere dag. Ik heb dus net de hele tijd online les gehad. En aan school gezeten. Het is nu 2 uur. Ik ga even wat dingen doen voor samenwerkingen. Ik moet namelijk een samenwerking voor een foundation doen die blijkbaar kleurt naar je huid. Dus het is een witte foundation dat gaat kleuren naar je huid. Dus daar moet ik wat filmpjes voor opnemen. Dus dat ga ik doen. Dus ik heb nog geen make-up op. En ik moet een paar stories editen voor Naked Story Haul. Die trouwens nu online staat. Als deze vlog online staat. Maar dat is niet waar. Psych was vorige week. Oké, dus wil je dat soort dingen niet missen? Follow me on the gram. You know. Oké, dus genoeg te doen. Ik hoef lekker niet te werken vandaag, dus het scheelt. En ik ben helemaal happy. En ik weet niet waarom. En ik weet ook niet waarom ik zing, want dat kan ik helemaal niet. Doei. Oké, het is inmiddels echt al 6 uur. Ik heb nog niet avond gegeten. Ik ga zo meteen eten volgens mij. Ik heb net allemaal dingen voor samenwerking gedaan. Ik heb dus mijn make-up gedaan. Ik heb een foto gemaakt voor Instagram. Meteen geplaatst. En opeens begint het zonnetje te schijnen. Zo, ik lig wel. Ja, ik ben even dit nu even, moet ik even opruimen. Ik ga zo meteen de weekvlog editen. Ik dat wat ik allemaal gedaan heb. En nog even kijken wat ik andere dingen moet doen. Ik heb altijd genoeg te doen. En ik word eigenlijk een beetje gek van die dagen thuis. Ik heb gewoon geen zin meer of zo. Ik heb geen zin meer in school en in mijn leven. Maar ja. Het is nog echt 4 weken of zo. En dan is de ding al voorbij. Nou jongens. Zo ik net echt in een vet erge dip zat. Ik voelde me echt helemaal even niet mezelf. Ik dacht echt, wat moet ik met mijn leven aan? Ik zag het gewoon even niet meer zitten. Nee, zo erg was het niet. Maar nee. Ik zat echt in een negatieve gedachtenspiraal. En ik dacht, ik ga even een rondje lopen. Ik ga even een rondje lopen. Alle gedachten laten dalen. Even alles op een rijtje, weet je. En ik heb een hele leuke podcast geluisterd van Lifestyle Wanderlust of zo. Self-love iets. Nou, echt super leuke podcast over positive mindset en zelfliefde. Dus dat heeft me ook weer even een nieuwe inzicht gebracht. Dus ja, daar ben ik even weer helemaal positiever. Ik zit even weer in een positieve spiraal. Niet in die negatieve gedachten. Jet verdemmen. Ik ga nu gezellig even mijn ouders de hands mee toe kijken. Want er staan dus nieuwe afleveringen online. Love it. Ik heb het echt zo lang niet gezien. Het is echt niet normaal. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben het ook helemaal weer vergeten. Maar ja. Dus ik heb trouwens helemaal niet mijn outfit of the day gezegd. Broek is van Sting. Blouse is van Shein. En dit topje is ook van Shein. Sieraden. Horloges van Clues. Heel veel sieraden zijn van Labella. Bijna allemaal. Love it. En ja, daarna ga ik denk ik even lekker editen. Hallo, hallo. Het is inmiddels alweer 11:30. Het is zo laat. I don't know what I'm doing. Oké, ik praat echt heel vaak fucking irritant en ik vlog weer aan het doen. Maar ik word gebeld door mijn babystam. Wat ik wil zeggen is dat ik de weekvlog heb afgeredet. En het 11:30 is en nu gaan we gaan slapen. Hey, Shikat. Gaat-ie? Goed, ik was net aan het vloggen. Ik ben nu aan het vloggen? Ja. Wel zomaar terug, hè? Ja, ik ben klaar met weekvlog editen, hè? Nu al? Ja. Goed, zeg. Goed, hè? Wel maar terug, ja? Ja, ik ga mijn make-up afhalen en tanden poetsen ook terug, ja? Ja. Zo. Love you. Dag. Stan en ik weet niet of ik de enige of wij de enige zijn. Maar altijd voordat we gaan slapen, bellen we even. Want het is niet dat wij heel veel appen of zo. Ik hou ook niet van dat hele dag appen of zo. We appen wel de hele dag door gewoon een beetje. Maar het is niet dat we 24/7 aan het appen zijn of zo. We bellen dan liever gewoon even.
Nou, oké, echt geen goed verhaal, maar dat is mijn leven. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Het is 7:15. Het is weer gelukt om vroeg op te staan. Ik ben echt super moe. Ik moet echt wakker worden. Ik ga lekker naar mijn koffie zetten. Alright, ik heb lekker een koffietje op en een podcast geluisterd. Ik ga nu lekker douchen en klaarmaken. En dan heb ik zo meteen online les. En de sportscholen gaan weer open. Yes, finally. Toen moet mijn abonnement bij Basic was afgelopen. En mijn Basic hier in de buurt, die wordt nu dus 24/7 fucking chill. Want in het weekend was hij altijd maar van 12 tot 4 open of zo. Dus dat is echt super chill. En ja. Ik kan weer lekker sporten, maar moet eerst een sportpas ophalen. Vet onhandig. Je kan pas reserveren als je, zeg maar, je sportpas hebt. Dus je moet letterlijk alleen naar de Basic om je sportpas op te halen. En dan kan je niet sporten. Helemaal kut. Oké, ik heb even snel gedoucht. En ja, ik heb alleen even mascara op. Ik heb deze outfit aan. Een sportlegging en een topje van Chiquel. Sportlegging van H&M. That's the outfit. Die moet weggegooid, want er zitten allemaal gaten in. En ik heb nu online les. Lunch gemaakt. Dit is 300 calorieën. 2 eieren met kipfilet gebakken. Een beetje kaas eronder. En komkommer met sriracha. Dat heb ik echt net zelf verzonnen. Geen idee of dit lekker is. Zo. En ik heb een kopje zelf gemaakt. Tomatensoep, maar die zit nu even in de magnet. Dat is ook lekker en het is ook heel weinig calorieën, want het is bijna alleen maar groentes. Er zijn weer een hele hoop pakketten binnengekomen. En die ga ik nu van jullie laten zien. Als eerst dus dat notitieboek dat ik vorige week had besteld. En die ziet er zo uit. Deze was, heb ik gekocht op Unique. Deze was 20 euro, maar... En ik heb hem gelineerd en ik ga die denk op mijn nachtkastje leggen. Dat ik elke ochtend hierin kan schrijven, to-do-list kan maken... gewoon even lekker kan, ja, schrijven. Dat vind ik wel lekker. En daarnaast heb ik een boek gekocht. Ik heb hem al opengemaakt, want ik wist niet of het van mij was. Master Your Mindset. Deze heb ik letterlijk gisteren besteld en het is nu al binnen. Ik vind het niet normaal. En dit boek, ja, hier wil ik ook gewoon uit gaan lezen. Zeg maar, elke ochtend dat ik lekker kan lezen of zo, ja. Heerlijk, leuk boek. Het is een heel bekend boek, echt een super bekend boek. Nice. En dan heb ik ook een pakketje ontvangen van Bijos Fashion. En hier heb ik ook een giveaway mee. Dus we gaan 2 keer 50 euro weggeven. Wil je daarmee doen, dan moet je even mijn Instagram checken. Kijk hoe leuk het is verpakt. Echt een super leuke zak. Leuk. Kijk dan, helemaal leuk ingepakt. En ik heb 4 items, volgens mij. Ja, 4 items en 1 item waar ik echt super benieuwd naar ben. Als eerst een witte body. Dan een heel leuk fluwelen topje. Een kort broekje. En een two-toned jeans. En deze wilde ik heel graag. En daarom moest ik wat langer wachten. Want die was dus uitverkocht. En ik zie dit de laatste tijd niet normaal bij veel websites en zo. En dit is dus een broek. En die heeft 2 verschillende kleuren. Nou, ik vind het helemaal leuk. Deze ga ik met de witte body doen. Ik had net een iets andere wit, maar net. En het korte broekje ga ik even met deze passen. Dus ik ga nu even de 2 outfits passen en dan laat ik het aan jullie zien. Ik ben echt verliefd op deze broek. Ik vind dit zo ontzettend leuk. Ik heb hem in de maat 38. En hij zit echt perfect eigenlijk. Ja, hij zit echt perfect. Heerlijk. Hij is ook een beetje stretchy, dus chill. Ja, ik zie dit dus echt overal voorbij komen. Ik vind het echt heel leuk. De body zit ook goed. Alleen zou ik het toch niet op elkaar dragen. Want dit is een iets gelere wit als deze wit. Dus hier zou ik wel echt een wit topje op dragen dan. Maar de body is hier dubbelzijdig. Dus daardoor schijnt hij niet door. Ik vind het verder wel een hele leuke body. Lekker zomers. Heerlijk leuk. Van achter zit hij zo.
Ja. Echt super leuk. Echt hele leuke items. Ik zou even een topje op deze broek aan doen wat ik normaal dan zou doen. Ik zou deze denk ik gewoon eerder in een normale spijkerbroek dragen. Of gewoon in een zwarte spijkerbroek of zo. Ik kon helemaal geen leuk wit topje erop vinden. En toen dacht ik, hoezo moet er eigenlijk per se wit op? Toen dacht ik dit eigenlijk net hier hangen. En toen dacht ik, dit zat er ook vet cute op. Dus nou, ik zou het eigenlijk misschien zo dragen. Of een zwart topje erop. Maar nee, ik vind het ook heel cute. Ik heb een beetje een verkeerde BH eronder aan. Maar ja, ik vind het zo'n leuke broek. Echt love it gewoon. Oh my god. Ik ben echt verliefd op deze top. Kijk hoe leuk. En vooral de achterkant. Oh my god, I love it. Ik heb nu geen BH hieronder aan. Ik heb alleen van die bikini pads hier. Het is niet echt heel stevig. Het zit er echt los in. Maar ik zie in ieder geval geen tepel. En dit korte broekje. Deze is lekker high-waisted. En het chill aan dit broekje is dat hij ook van achter goed aansluit. Als ik het goed kan zeggen. Normaal val je bil fucking snel onder een broekje uit. Maar bij deze heeft hij dat dus niet. Dus super chill. Helemaal leuk zomeroutje. Love it. Oh my god. Echt. Ik ben helemaal enthousiast over deze items. Ik ben helemaal verliefd op deze top. En het broekje staat er ook echt leuk bij. De kleur ook. Ik heb dus een winactie online. Dan moet je even mijn Instagram checken. En dan kan je de shop te goed winnen. Of course heb ik ook een kortingscode voor jullie geregeld. Met de kortingscode Sarah. Gewoon Sarah mijn naam. Krijg je 50% korting. Dus kan je nog wachten op de winactie. En wil je vast wat bestellen. Dan vergeet zeker niet de kortingscode te gebruiken. Oh my god guys. Ik heb zojuist dit mega pakket ontvangen. Van de Xenos. En er komt een super leuke samenwerking met Xenos aan. Ik ga namelijk op het YouTube kanaal van Xenos een video maken waarin ik 4 lifehacks geef. Hoe je je muur, je kamer leuk kan decoreren zonder dat je verft of gaat boren. Heel veel mensen wonen natuurlijk op kamers en kunnen niet of huren iets en mag je niet in boren of verven. Dus ga ik super leuke lifehacks geven waardoor je je muur toch leuk kan opvullen. Dus ik heb hier een mega grote bestelling. En voor mijn weekvlog ga ik dus nu even een leuke shopvlog geven met wat ik allemaal heb gekregen. En dan moet je alvast abonneren op het YouTube kanaal van Xenos. En dan komt binnenkort video online waarin ik jullie de live hacks geef. Dus hoe ik alles ga decoreren. Nu ga ik alleen los de items laten zien. Oké, ik kom er dus net achter dat dit helemaal niet alles is. Want ze kregen al 2 verschillende mails over de levering. Dus ze hebben het waarschijnlijk in 2 delen gestuurd. Dus waarschijnlijk komt morgen of zo de rest. Nou ja, maakt niet uit. Tadaam. Nou, dat is 1. Morgen. Oké, dit is het kastje. Oh mijn god, hij is wel echt vet leuk hoor. Maar de rest van de shoplog is eigenlijk alle decoratie, leuke dingen die moeten nog komen. Dit waren 2 grote dingen. Het is inmiddels 4:15. Het is echt niet normaal mooi weer geworden. Het is echt heerlijk. In ieder geval, het was eigenlijk al best wel mooi weer de hele dag. Maar ik ga nu lekker naar mijn werk toe. En dat was het. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik heb zometeen een gesprek bij mijn wellicht hopelijk nieuwe stage. Mijn kinderen ben ik natuurlijk weer aan het laten komen. Maar ik ga daarin op de scooter, want het is best dicht bij mij. Dus dat is top. Ik denk, ja, ik gok dat het een half uurtje is of zo. Het is 1 uur fietsen. Maar je fietst echt wel 2 keer zo snel als de scooter, ben je echt wel 2 keer zo snel met de fiets. Dus ik heb, by the way, de nieuwe broek van gisteren aan. Als je het kan zien. En deze heb ik gecombineerd met mijn Docs. Zwart shirt en een zwarte blazer. Oké, guys. Ik ben inmiddels terug van het gesprek bij Social Friends. En ik ga door stage lopen. Superleuk. Dus ik heb alvast een stageplek. Mega chill. En toen ik thuis kwam, stond dit mega pakket van de Xenos. Oh, dit is zo gaaf. Dit stond bij mijn voordeur. Ja,
Dus dat ga ik nu verder unboxen. Ik ben gisteren natuurlijk al begonnen. Maar we gaan nu verder alle spulletjes unboxen. En wil je nou de video zien hoe ik dit allemaal leuk ga decoreren. En een muur leuk kan opfleuren zonder te schilderen of te boren. Dan moet je zeker het YouTube kanaal van de Xenos in de gaten houden. Echt, what the fuck. Het is echt niet normaal. Dus ja, laten we openmaken. Ik moet even een schaar gaan halen, want dit ga ik natuurlijk niet meer mannen doen nu. Ik ben echt zo benieuwd. Ik heb zoveel leuke dingen. Nou, je kan zien dat het dus veel is. Oké. Let's get this started. Het zit heel goed ingepakt. Dat is alvast een pluspunt. Ja, jongens. Het is echt niet normaal wat dit voor zo'n is. Oh my god. Dingen eruit te pakken. Oh, zie. Laten we het juist pakken. Als eerst zie ik dus dit. En dit bakje ga ik dus aan die ladder hangen. Die ladder die ik gisteren had. Dus dit is een superleuk bakje wat je kan ophangen aan een rek of een ladder of whatever je wil. En hier kan je dus bijvoorbeeld, nou wat ik dus had gedacht, is om zo'n planten girlanden ja, daarin te doen. Oh my god! Oreos, golden. Dan heb ik ook een plankje dat ik kan hangen aan de trap. Dat je daar ook leuke dingetjes op kan zetten. En dan heb ik hier, dit is heel leuk. Met een zo'n minimalistische vorm erop. Dan heb ik hier een heel leuk spiegeltje. Dit was echt mijn guilty pleasure toen ik jong was. Nog steeds, by the way. Dit is een super leuk spiegeltje. Heel erg leuk. Dan heb ik hier een hele leuke accessoire om neer te zetten. Zwart met hout. Heel leuk. Oh, lekker groot ook. Oh. Dit zijn fotolijstjes volgens mij. Ja, dit zijn leuke lijstjes. Allebei in het goud. In twee maten. Deze. En ik vind dat plaatje wat erin zit dus ook gewoon oprecht leuk. En een grotere. Super, super cute. Dan hebben we hier een vaas. Dit is een panterprint vorm vaas. Heel schattig leuk vaasje. En dan heb ik ook allemaal pluimen. Deze, ze hebben twee verschillende kleuren gegeven, maar nou ja, ook leuk joh. Pluimen. En van die kleine, lieve, cute dingetjes. En sigaren. En dan dacht ik, dan kan ik hier een leuk pluimenbos maken. En dan heb ik hier, oeh, die is ook leuk. Wat een items. Dit was het volgens mij. Ik ben klaar met het decoreren. Kleine sneak preview. Woe. Ik ga nu naar beneden en ik ga lekker koffie drinken. En dan moet ik zo meteen alweer werken. Ik wil eigenlijk ook dus even andere werkkleding aan. Maar dat zie ik zo meteen wel. Nou jongens, het is weer zover. Je girl heeft stress. Dus moet ze naar haar werk. Doei. Oké, ik ben inmiddels terug van mijn werk. En ja, ik heb net even lekker gegeten. Ik had lekker een wrapje met kip gemaakt. Kippendijfilet. En ik ga lekker mijn make-up eraf halen. En dan komt Stan zo meteen gezellig hierheen. Ik ben even gezellig een video aan het kijken van Vic en Denise. Leuke Seacuft en McBang. Helemaal enthousiast met mijn room decoration. En mijn spiegel staat nu, by the way, hier. Dus dat vind ik wel beter. Nu zijn deze rekken gewoon zo. Spiegel gewoon daar en mijn rekken hier. En die schoenen heb ik allemaal opgeruimd. En hier gedaan. Oh my god. Ik heb opeens een zieke déjà vu. Heb ik dit al een keer gevlogd? Heb ik dit al een keer meegemaakt? Nou, ik heb echt de meest zieke déjà vu ooit. Nou, oké, bye. Good morning. Het is vandaag donderdag. Ik heb net al online les gehad. Het is 12 uur, bijna 12 uur. Ik ga zo meteen even lunch maken. Ik heb namelijk echt super veel honger. Ik had dus net een workshop gegeven, een online workshop. En dat was echt awkward. Ik vind het zo kut, digitaal online les. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar in ieder geval, dat zit er ook weer op. ja, Stan is ook gezellig blijven slapen. Die slaapt misschien nog. Nee, die slaapt niet. Hij heeft wel langer uitgeslapen.
jaloers. Ik ging rond 9 uur op. Ik wilde eigenlijk om 8 uur opstaan, maar ik dacht zo lekker dan nee. Ik ga niet. Vandaag heb ik verder les. En ik ga vandaag sporten. Ja, ik ga vandaag mijn sportpas ophalen. Ik ben even plan om weer lekker naar de sportschool te gaan. Sporten, can't wait. Maar ik moet even kijken of ik ga om 4 uur naar mijn lessen. Of laat het avondeten of kijken. Want vanavond ga ik ook nog met Anne eens mee. En Nina gezellig afspreken. Gaan we even een jacuzzi of zo. Gezellig. Dus ja, ik hoef lekker niet te werken. Dus het scheelt. Oké, ik heb net de hele dag les gehad. Ik heb presentaties, alleen maar presentatie, presenteren, workshop geven, bla 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 bla. Ik vind echt, het geeft me zoveel rust aan mijn hoofd dat ik nu bij management zit en dat mijn mails gewoon beantwoord worden en ik het allemaal. Net weer in een sapje van Y-food genomen. Of een shake, een sapje. Het is nu 4 uur en dat betekent dat ik klaar met mijn les en dat ik mijn nieuwe bril ga ophalen. Zoals je vorige week hebt gezien, heb ik eens een nieuwe bril gekocht. En die ga ik zo meteen ophalen, want hij is binnen. Want mijn glazen die gemaakt moest worden, werden besteld. Dus dat duurde even een week. En ik ben echt benieuwd. Dus die ga ik nu lekker ophalen samen met Stan. Stan, die komt natuurlijk van de sportschool. En ik wil vanavond inderdaad eten of gaan sporten. Nou jongens, het is inmiddels na het avondeten. Ik heb net avond gegeten. Stan was ook gezellig blijven eten. En ik ga nu naar de sportschool. Oh my god, zo lang geleden. Niet normaal. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ja. Hoe erg ik in vorm ben. Ook al ging ik toen eigenlijk ook helemaal niet fijn naar de sportschool. Dus het slaat ook nergens op. Maar ik ben nu wel gewoon van plan om het gewoon even veel op te pakken. Ik probeer ook wel meestal één keer in de week thuis te sporten. Maar ja, ik merk gewoon dat het echt... Ik moet dus eerst nog een sportpas ophalen. Want mijn abonnement is afgelopen. Dus ik dacht van ja, ik ga niet een nieuw abonnement afsluiten. Of door laten lopen. Terwijl, ja, de sportschool dicht is. Dus... Echt, het is zo vreselijk om van mijn oprit af te komen. Ik woon aan en een drukke weg. En is achteruit met deze mega auto. Dus echt vreselijk. Oké. Maar in ieder geval. Ja, ik ga nu dus lekker naar de sportschool. Heel erg benieuwd. Ik doe eigenlijk altijd maar wat, hè, jongens. Ik heb geen idee of ik wat ik doe goed is. Maar ik doe het eerst een beetje cardio. Een beetje lopen. Oortjes in, roeien, traplopen, fietsen en dan ook wat van die beenapparaten. Ik heb wel echt zin. Ik heb wel echt fucking veel zin gewoon, oprecht. En ik wil eigenlijk morgenochtend ook gaan. Misschien is het iets enthousiast, maar we gaan zien. En ik wil ook vrijdag, zaterdag naar mijn werk gaan. Ik denk dat het allemaal hele enthousiaste ideeën zijn, maar dat moeten we nog even kijken. Hoe dat loopt. Ik moet avond. Oh, die plukjes. Ik word helemaal gek in mijn hoofd. Maar ik moet nog even kijken hoe het allemaal loopt. En vanavond ga ik ook gezellig naar Anna met Esme. Gaan we gezellig in de jacuzzi. Dus ik moet eigenlijk. Oh, fuckers. Oh my god. Wat doet deze vrachtwagen? Oh my god. Het was echt zo'n grote vrachtwagen langs. En ik dacht echt, gaat hij me aanrijden? Want. Zo leek het echt. Oké. Maar ik haat het echt om in deze auto te rijden. Maar ja, ik ga dus gezellig naar die meiden nog vanavond in die jacuzzi. Dus ik moet eigenlijk nog een beetje opschieten. Want we hadden afgesproken om 8:30. Dus nu moet ik nog sporten. Moet ik naar huis. Omkleden daar nog heen. Ja, ik heb het helemaal druk. Ik vraag me dus ook of de kleedkamers en zo open zijn. Want... Hiervoor toen de dingen open waren, was het niet. Dus ik ben benieuwd. Oké, ik ben inmiddels klaar met sporten. En ik ben al thuis gisteren ongekleed. En ik ga nu onderweg naar Anna. Gezellig. Ja, het sporten was echt heerlijk. Weer echt heerlijk. Gewoon even weer bewegen op een normale manier. Want thuis sporten is gewoon zo anders. Dus ik kan een paar oefeningetjes doen, maar het staat nergens op. Dus ja, ik vond het helemaal geslaagd. En ja. Goedemorgen allemaal. Ik zit een beetje hoog. Het is vandaag vrijdag. En het is kut weer.
Ik kom net uit de douche. Ik heb echt rustig aan ochtendje gehad. Het is al bijna 12 uur. Ik ga lunch maken, want ik heb honger. Ik had gezonde Turkse pizza gemaakt en die ingevroren. Ik kan geen Nederlands, het spijt me. Dus die ga ik zo meteen lekker opeten. En die is echt maar heel laag in calorieën. Want het is een flatbread met een beetje gehakt en tomatenpuree. Dan groentes. Geen kaas, no cheese, please. Ga ik lekker als lunch nemen. En ik ga editen. Het is een edit dag. En vanavond ga ik heel stellig naar study. Ik stond dus net op de weegschaal en ben weer afgevallen. En er is nu in totaal bijna 8 kilo vanaf. Ik zie heel veel comments van, ik zie het, maar het was echt niet nodig. Je bent hartstikke mooi en dit en dat. En ja, ik snap het. Vooral nu vind ik ook niet per se nodig dat er heel veel meer af moet. Maar ik merk gewoon dat ik me veel beter in mijn vel voel. Sinds ik gewoon gezonder eet, gezonder leef. En meer kan genieten van een lekkere McDonald's. Ja, me gewoon wat zelfverzekerder in mijn bikini voel. En daar gaat het natuurlijk om. Het gaat allemaal niet om de cijfers en de kilo's. Het gaat natuurlijk gewoon dat je goed voelt. En dat is het allerbelangrijkste. Dus dat zeker. En heel veel mensen krijgen ook de angst van dat ze zich zorgen maken dat ik niet te weinig eet. Guys, jullie hoeven daar echt niet zorgen om te maken. Want ik hou van eten. Eten is echt mijn leven. Dus ja, je gaat mij nooit de verkeerde kant op zien gaan. Ik vind het echt heel lief, by the way, dat jullie zo erg aan me denken. En dat jullie zo bezorgd zijn. Dat is allereerst echt niet normaal lief. Ik zeg jullie bij deze dat je echt geen zorgen hoeft te maken. En ik heb ook gewoon mensen om me heen die goed op me letten. Zoals Stan en mijn ouders en mijn vriendinnen. Dus het komt helemaal goed. En ik had de vraag of jullie het leuk vinden als ik een video, gewoon een aparte video maak over mijn afvaljourney. Lijkt jullie dat leuk? Ik ben ongeveer 8 kilo afval in 3 maanden. Dus willen jullie weten hoe ik dat heb gedaan en zo. En hoe ik dat heb aangepakt. Terwijl jullie gewoon de vlog hebben gezien. Dat was de batterij. Ik heb ook gewoon lekker gegeten en gezopen. Zoals jullie hebben gezien in de vlogs. Ik heb gewoon niet te streng voor mezelf gedaan. Want eerst was ik altijd veel te streng. En dan ging ik het 2 weken helemaal goed doen. En dan was het daarna weer klaar. Dus ik heb het gewoon heel anders aangepakt. Zonder te sporten echt. Ik heb heel weinig gesport. Soms 1 keer in de week wel veel gewandeld. Dus ja, zijn jullie benieuwd? Let me know. En dan maak ik daar een aparte video over. Ik ben heel erg open over. Ik wil er nu al open over zijn. Eerst was ik heel gesloten over. Maar ik me heel erg verschaamde. Maar nu heb ik zoiets van, ja, yeah, it's part of life. Weet je wel. Dus nou ja, ik wil er zeker wel een video over maken als jullie dat interessant vinden. Vandaag is dus lekker een edit dagje. En ik heb echt honger. Dus ik ga lekker eten. Er kwam trouwens net ook een heel leuk pakketje binnen van Hey You. Dat is zo'n streaming site. Net als Videoland, Netflix en zo. Daar heb ik een heel leuk PR pakketje gekregen. Ik heb volgens mij 3 maanden gratis Hey You. Hey You. Kijk. Heel erg leuk. Zo'n reusable glass cup voor koffie. En dit is echt niet normaal handig voor onderweg. En je kan ook bij heel veel koffietentjes deze gewoon laten vullen. In plaats van dat je een cup krijgt. Dan zo'n vet leuke sportbeker. Ik heb deze dus nog niet. En ik wilde zoiets wel kopen. Maar nou, chill. En Kardashian kaarten. Hoe geniaal als je gaat bussen. En een voucher dat ik 3 maanden Hey You kan proberen. Mijn tasje. Nou, helemaal leuk. Nou, jongens, ik had zoveel zin in iets zoetigs voor vanmiddag gewoon even. Dus ik dacht, ik wil even iets bakken, maar wel gewoon iets gezonds. En wat je natuurlijk echt mega veel op TikTok ziet, zijn baked oats. Dus ik ga nu blauwe best banaan baked oats maken met een beetje pure chocola. Ik heb dus 40 gram havermout, een beetje amandelmelk gevoel, 1 banaan. Een beetje een theelepel bakpoeder, een beetje kaneel en flavor drops van mijn protein. Toffee smaak. En dan als het gemixt is doe ik er zelf los nog wat blauwe bessen en stukjes pure chocola door. En ja, dan moet je 180 graden 20 minuten in de oven doen. Lijkt me echt mega lekker. Ik heb hem nog nooit op, maar het lijkt me echt heel erg lekker. De baked oats zitten in de oven al een tijdje. Ik weet dus, oh my lord. Ik weet dus niet wanneer ze goed zijn. Ik heb echt geen idee, help. Daarnaast heb ik ook mijn nieuwe bril. Jee, die heb ik gisteren helemaal niet meer laten zien.
zo happy mee. Ik ga nu editen. Lekker met mijn nieuwe brillie. Dit is dus mijn nieuwe bril. I love it. Hij zit echt 100.000 miljoen keer beter. Die andere bril die viel de hele tijd van mijn hoofd af. Dat helemaal scheef. Ja, sorry. Ik kijk nu even naar mezelf. Maar ik gebruik hem alleen achter de computer en met autorijden dus. Maar hij is wel super chill. Geen idee of het er zo uit hoort te zien. Het ziet er een beetje apart uit. Maar het is wel hard. Dus het zou wel goed zijn. Ik laat het nu even goed afkoelen. En dan ga ik het zo proberen. Oké, ik heb net een stukje op. Ik heb er ook een TikTok van gemaakt. Dus wil je het recept helemaal zien en mijn reactie hoe ik het lekker vind. Check de TikTok. Maar ik vind het echt een goede optie. Wel echt die toppings nodig hoor. Ik denk gewoon los zonder chocola en fruit ofzo dat het niet zo lekker is. Alright, ik ben inmiddels weer thuis van werk. Ik ga even snel mijn spullen pakken. En dan ga ik gezellig naar Stanny, mijn baby. Ik zie een belastingbrief. Oh no. Oh no. Oh no. YouTube monies betekent ook lekker geld afdragen. Want elke euro die je voor Nederland verdient, moet je bijna afstaan. Oké. Maar ik ga zo mijn spullen pakken. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik heb echt vet lang niet meer gevlogd volgens mij. Ik ben bij Sam blijven slapen. Ik ben nu op mijn werk, want ik moet even helpen. Want ze zijn aan het verbouwen. Dus ik ga even extra helpen. Even een paar uurtjes maken. Isabel is er ook gezellig. Ik heb even lunch gekocht. Ik heb crackers. Ik heb Isabel een broodje gehaald. En lekker filet. Lekker. En ja, ik ga nu dus werken tot 3. Van 12 tot 3. En daarna ga ik naar de sportschool. En vanavond komen gezellig Stans ouders bij ons. Lekker borrelen. Dus dat is helemaal leuk. En ja, ik weet nog niet echt wat ik ga doen. Dat moet ik allemaal nog even zien. Oké, ik ben inmiddels terug van mijn werk. Ik ga nu even omkleden snel. En dan ga ik door naar de sportschool. Echt zin om te sporten weer. Verder ga ik niet echt heel veel doen of zo. Misschien kamerbrei. Misschien wel een goed idee. Ik heb net lekker gesport en nu ga ik lekker douchen. Ik had dit lekkere sportpak van Stronger aan. Love it. Love de sportpakken. Even opfrissen, opmaken voor vanavond. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer zondag. Ik heb echt weer een tijdje niet gevlogd. Ik heb het helemaal druk gehad. Gisteravond waren gezegd de ouders van Stan hier geweest. Dat was super gezellig. Daarna zijn Stan en ik nog naar vrienden gegaan. Maar ik had niet echt gedronken ofzo. Ik had er niet zoveel zin in. En ik had net een gesprekje voor school met een andere student, want we moeten elkaar coachen. Dus dat is ook wel even leuk. En ik ga nu gezellig naar Lauren, vriendin van mij. Gaan we gezellig samen lunchen. Moeten even kijken of we naar het terras gaan of gewoon bij haar thuis. Moeten even kijken nog. Ik heb deze outfit aan. Ik heb deze trui aan van Bijos Fashion. En deze broek van ook Bijos Fashion. Nou, en mijn outfit van haar. En schoenen van Naked. Maar ik twijfel over de schoenen. Ik vind ze er eigenlijk nog niet bij passen. Dus ik ga denk ik even andere schoenen aandoen. In ieder geval, ik ga nu lekker onderweg. En ja, leuk dagje. En daarna ga ik nog naar Stan trouwens. Ga ik gezellig bij hem eten voor Pinkstra. Nou jongens, het is inmiddels alweer maandagochtend. Gisteren super gezellig gegeten bij Stan. Heerlijk. We hadden van het restaurant afgehaald. Ik had lekker zalm op toast. En we hadden allemaal kleine hapjes. En ik had sperrips. Helemaal lekker. Heerlijk van genoten. Maar ja, ik ga hier bij de vlog afsluiten. Want ja. Ja, ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Vond je de weekvlog nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Veel van jullie zijn niet geabonneerd, maar kijk wel. Dus ben je nog niet geabonneerd? Vergeet zeker niet om de abonneerknop te klikken. Stuur hier een screenshot van en stuur het op DM. En dan ga ik random 10 mensen terugvolgen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!